Kijk nou. Die ziet er ook wel... Hij ziet er wel tof uit hoor. Wat een gek joh met die tong. YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met ons Pokémon Platinum avontuur. We gaan de Victory Road op. We gaan proberen om bij de Pokémon League te komen, bij de Elite Four te komen. En daarvoor moeten we hier deze grot in om richting, ja, om dus de Victory Road te gaan betreden. We hebben allemaal HM's nodig, die heb ik allemaal bij me. Ik ben benieuwd wat voor wilde Pokémon hier komen, of we onze Pokémon nog kunnen trainen. Dit is even een team waarin we het gaan doen. Lars en Pikkapower gaan straks weg. Die worden vervangen door Scyther en door wie hebben we? Infernape natuurlijk. Ja, voor de rest gaan we het even met dit team doen. Ik denk niet dat het slim is om Buddy als eerste neer te zetten in deze grot. Dus we gaan het maar even met Zijstan proberen. Ik ben benieuwd. Misschien komen we nog wel hele goede Pokémon tegen. Ik hoor van jullie dat er een Gibble of een Gabite hier binnen is die we dan zouden kunnen gaan evalueren. Het zou een optie kunnen zijn. Maar ja, ik weet nog niet helemaal 100% zeker, want ik ben best wel tevreden met mijn team eigenlijk. Het is best wel een uitgebalanceerd team. En terwijl we net Buddy hebben vervangen, moeten we natuurlijk dan tegen een Noctowl gaan vechten. En dat is natuurlijk een perfecte tegenstander geweest voor Buddy met zijn elektrische aanvallen. Maar helaas, die hebben we niet bij ons. Noctowl gaan we natuurlijk niet in één klap klaren. Daar hebben we minimaal 3 klappen voor nodig, zien we. Ja, en ik denk dat het heel hard gaat met de potions straks. Want ja, de Pokémon hier en vooral de Pokémon van de trainers in deze grotten... Die zijn aardig gek. Die zijn level 45 zoals je ziet. En deze Golduck is dus nog maar level 41. We hebben Noctowl in ieder geval gelijk verslagen. Maar ja, zoals je ziet, ik ben de helft van mijn HP gelijk kwijt. We zijn wel gelijk level 42. We krijgen natuurlijk lekker veel XP in deze grot van dit soort tegenstanders. En dan moeten we nu tegen een Togetic. En dan ga ik natuurlijk wel even mijn Buddy eruit gooien. Buddy, let's go! Togetic is maar liefst level 47. Maar goed, mijn Buddy is ook al level 45. Buddy hebben we in de vorige aflevering lekker kunnen trainen terwijl we over het water moesten. Het was misschien een beetje een saaiere aflevering. Ik kan er niks aan doen. Die zitten er soms nou eenmaal ook tussen. En we hebben Buddy in ieder geval getraind naar level 46. En deze Togetic verslagen. Ik heb Golduck geheeld en ik heb 26 potions bij me, 26 hyper potions. Ik hoop dat het genoeg is. In ieder geval vinden we ook een max repel, dus als de nood echt aan de man komt, kunnen we die in gaan zetten. Ja, en ik ben benieuwd wat voor Pokémon hier in deze grot zitten. Ja, kijk, hier een Gabite van level 41. Misschien is het dan handig als we Giratina even als eerste in ons team zetten. Ik ga in ieder geval even wegrennen, want... Ik heb geen zin om weer gelijk een X of een potion te gebruiken. Ik zet Stijn even als eerste in mijn team. Zo. Totdat we in ieder geval aan de andere kant van deze grot zijn. Dan kunnen we daar de Pokémon weer even een beetje gaan healen. En vanaf daar misschien nog gaan trainen. Zolang we... Oh, ja nu... Wat? Ik zet elke keer de verkeerde Pokémon voor. Nou hadden we dus weer heel veel aan Golduck gehad natuurlijk. Ik ga alleen vechten als het echt super effectief is. Als het niet te veel... Ja, als ik niet te veel damage terugkrijg. Dan gaan we vechten en dan komen we ook weer een Steelix tegen. Daar rennen we ook maar gewoon even voor weg. Ik wil gewoon aan de andere kant van de grot komen. Dat is mijn main focus. Aan de andere kant van de grot komen en niet allemaal doodgaan. Ik weet trouwens echt niet welke kant ik op moet, jongens. Ik weet niet welke kant we op moeten. Dus ik vraag me af of we dit in één keer gaan redden. En ja, ik weet niet. Het lijkt me ook wel weer zinnig om misschien dan toch maar Golduck als eerste in mijn team te zetten. Want dan kunnen we daar in ieder geval weer lekker XP mee pakken. Nee, deze stenen kunnen niet kapot. Ik dacht even dat ik daar Rock Smash kon gebruiken, maar daar kan ik dus blijkbaar niet door. Oké, een Graveler, die kunnen we makkelijk pakken als het goed is. Dan de hoop dat hij geen Sturdy heeft, dat hij nog alsnog blijft leven op 1 HP. Nee, nice. Oké, die hebben we verslagen. Dat zijn weer gratis XP'tjes. En Glaceon is al level 49, jongens. Dus als het Glaceon level 50 is, ga ik denk ik even de XP share weghalen. Zodat ik natuurlijk mijn andere Pokémon iets sneller kan trainen. Er zit een TM in. Nou, die gaan we niet gebruiken, maar in ieder geval handig dat we die even hebben opgepakt. En dan gaan we verder en dan moeten we met deze trainer gaan battelen. Oké, dus dat is een Psychic. Dan hebben we eigenlijk een Ghost nodig of Dark. 7 Hunter en ik heb natuurlijk Confusion, dus dat is super effectief. Dus dat is nice. Super nice. Oh, Payback. Oké, jij bent als eerste met Payback, dat scheelt. Want als Payback mij hit, op het moment dat ik sneller zou zijn, dan zou het dubbele damage doen. En dat doet het nou niet, dus dat is handig. En met deze tweede Confusion hebben we deze Hunter ook geklaard. Volgende Pokémon is een Gengar en daarvoor hou ik nog steeds Zijstan natuurlijk. Dan gaan we gewoon lekker door met Confusion. Deze Gengar is wel level 46 en Gengar is natuurlijk lekker snel. Toffe sprite trouwens, ik heb nog geen Gengar gezien in deze game volgens mij. Oh, en ik ben flinched. Ah. Oh, oh, oh. Critical hit. Nice. En hij is confused. Dat is goed. Dat is goed. Dat is positief. Dan zijn we nu ook sneller? Nee, helaas. We zijn nog niet sneller. Dat is alleen met, als die paralyzed is. Hoppakee. En dat levert wel lekker veel XP op, denk ik, jongens. Ik denk dat ik hier wel lekker veel XP voor krijg. Gaan we eens even kijken hoeveel XP. 936 per Pokémon. Toto krijgt ook 936 XP. En als laatste gaan ze een Gardevoir eruit sturen. En dat betekent dat ik even switch naar Stijn natuurlijk. Met zijn Omnius Wind Attacks en Ghost aanval. Dat is een super goede aanval. En je ziet het, met twee klappen kan ik deze Gardevoir gewoon down krijgen. Level 46 Gardevoir tegen een level 49 Giratina is misschien niet helemaal eerlijk. Maar goed, hey, hallo, wij moeten ook gewoon onze battles winnen natuurlijk. We hebben weer een hyper potion gegeven aan Zijstan, zodat we weer verder kunnen. Nee, hier moeten we volgens mij niet naar boven. Ik ben nou al de weg kwijt, jongens. Kijk hoor, moesten we nou hier naar... Nee. Ah, ik ben serieus nu al de weg kwijt. Oh wow, serieus een Rhydon. Ik vind Rhydon een hele toffe Pokémon. Alleen ik vind altijd van steen en van grond Pokémon dat die best wel veel weaknesses hebben. Ze zijn slecht tegen water en tegen gras. En dat soort Pokémon kom je toch heel vaak tegen in je playthrough. En daarom gebruik ik eigenlijk bijna nooit rock en bijna nooit ground-type Pokémon. Ja, gewoon puur om die weaknesses. En dan moeten we hier naar boven en dan moeten we weer battelen, oké. Oké, Toto is nu level 50. Dat houdt in dat ik de experience share even weghalen. Hij wil Last Resort leren. En ik weet niet zo goed wat Last Resort is. Last Resort. This move can be used only after the user has used all of the other moves it knows in the battle. Ja, nou nee, laat maar. Weet je, dan moeten eerst al je andere moves op zijn voordat je die move kan gebruiken. En dan is die wel super sterk. Alleen ja. Hoe vaak komt het voor dat je echt al je moves gewoon... Ja, dat je al je andere moves hebt gebruikt. Dat komt echt bijna nooit voor. Het is goed om Psystand te trainen in deze grot, gewoon puur omdat we straks bij de Elite Four een vuurtrainer tegenover ons krijgen. Nou, daar moeten we Psystand voor gebruiken. Iemand van jullie zei dat Rapidash Solar Beam heeft, dus daar moeten we straks wel gaan oppassen voor zijn Rapidash met Solar Beam. Maar ja, de Psystand die kunnen we dus ook gebruiken tegen Ghost Pokémon, want hij heeft Confusion. Dus dat is al super nice. En volgens mij leert hij ook op een gegeven moment nog Psychic, dus dat zou helemaal mooi zijn. Ja, we knallen er wel lekker doorheen. Zoals we met Buddy de vorige aflevering er doorheen knalden, knallen we er hier lekker doorheen met Zijstan in de battles. Je ziet het, elke battle is gewoon een one-hit KO met een Rock-type Pokémon. Oh ja, ik heb de Experience Share nu weggehaald natuurlijk. Dus dat houdt in dat we ook meer XP krijgen met Zijstan. En hij groeit al lekker naar level 43, dus dat is nice. We moeten hier naar boven, denk ik. En dan komen we hier weer een trainertje tegen. Ace Trainer Maria zendt uit Blissey. En Blissey is een tank. En dit is jammer dat we geen fighting Pokémon bij hebben. We hebben geen, we hebben geen Infernape meegenomen. Die had gehad kunnen maken van Blissey. En nu gaat het denk ik wel heel lang duren voordat we Blissey een keertje down hebben. Ja, dit is een ramp. Hele irritante Pokémon tegen te vechten. Ik gooi sowieso eventjes Stijn eruit, omdat Stijn een hoger level is dan Blissey. En ik hoop dat hij iets meer damage kan doen dan Golduck. Kijk, dit gaat al iets beter. Ja, dit gaat goed. Dit gaat zo, dit gaat supergoed. What? Holy moly. Wat? Hoe kunnen we Blissey met één Dragon Claw gewoon in één keer verslaan? Hoe kan dit? Zo, dit had ik echt serieus niet verwacht. Je zag ook hoe langzaam dat balkje ging. Nou, ik weet niet hoe we dit voor elkaar hebben gekregen, maar we hebben het in ieder geval voor elkaar gekregen. We moeten nu tegen een Glalie. En daar heb ik eigenlijk volgens mij niet een hele goede oplossing voor op dit moment. Dat is een ijs-Pokémon. Ja, daar hadden we ook weer Infernape gewoon eigenlijk voor moeten hebben. Oh shit, en ik heb even niet nagedacht, maar hij heeft Ice Beam. Dat is natuurlijk super effectief, want Giratina is een ijs-Pokémon. Is een Dragon Pokémon. Gelukkig hebben we best wel veel Ice Heals meegenomen. We hadden er 9, dus ik kan Giratina gewoon weer laten unfreezen. Ik hoop alleen niet dat die met die Ice Beam nou mij blijven vriezen, want dan gaat het nog even heel lang duren voordat deze battle klaar is. Oké, dat het super effectief is, dat weet ik wel, maar ik heb gelukkig allemaal Hyper Potions bij me waarin ik straks Stijn kan gaan healen. Oké, dit gaat even helemaal nergens over. Toto's paralyzed. Zijstan is aan het slapen. Ik heb Stijn eventjes geheeld, zodat hij weer volle HP heeft en dan mag Stijn het maar op gaan lossen. Deze gast is echt super vervelend. Ik was net paralyzed dus en ik heb al 2 dit duurt allemaal veel te lang. Kijk hoe vervelend deze gast is, jongen. Dit is gewoon mijn 3e paralyzed heal die ik er tegenaan moet gooien. Mijn paralyzed heals zijn gewoon bijna op. Niks is effectief tegen deze dude. Dat is ook echt super hinderlijk. Zelfs Dragon Claw is niet very effectief. Echt werkelijk niks is effectief tegen deze gast. Ice is niet effectief, Ghost is niet effectief, Steel is natuurlijk niet effectief, Electric is niet effectief, wat hadden we nog meer? Ik had er nog één gebruikt die niet effectief was. Oh, Dragon is niet effectief. En natuurlijk normal attack is ook niet effectief. Ik heb gewoon niks wat effectief is tegen deze gast. Wauw. Oké, we gaan een dark attack dan proberen. Crunch met Buddy. Hoe zou dat zijn? Ook niet effectief. Niks is effectief tegen deze Magnezone, jongen. Daarom vind ik deze Pokémon zo goed. Wil ik deze eigenlijk gewoon in mijn team hebben. En heel mijn team is nu geparalyzed. Dit is echt... Of ze slapen. Echt, ik heb niks wat effectief is tegen deze gast. Oké, we raken hem nu één keer. En wauw, jongens. Dit is echt... Dit gevecht... Ik kijk eventjes boven de camera. Dit gevecht heeft gewoon 7 minuten geduurd. Alleen al met deze Magnezone. En die gast is zo overpowered. Dit is echt niet normaal. Mijn team is echt... Helemaal naar de gallemiezen. Dat is echt ongelooflijk. Ik moet allemaal items gaan gebruiken. Ik moet... Hier. Ik zal het even laten zien. Hier. Pick a power is down. Ik moet een hyper potion gebruiken voor Buddy. Ik moet een hyper potion gebruiken voor Stijn. Ik moet serieus 3 paralyzed heals gebruiken. En ik moet Zijstan nog eventjes wakker maken. Echt ongelooflijk. Dit gevecht is echt... Is bizar. En daarom heb ik dus heel vaak Magnezone in mijn team. Oké, we moeten hier eigenlijk gewoon zo snel mogelijk uit zien te komen. Hier kan ik niet langs. En we konden nog hier naar beneden, zag ik. Dus ik denk dat we dan hier naartoe moeten. Deze, nogmaals, ik ben nog nooit op deze... Ja, misschien 1 keer op deze Victory Road geweest. Maar dat is echt heel lang geleden. En ik weet eigenlijk echt niet zo goed meer welke kant ik allemaal op moet. Tot nu toe is het wel zo dat ik eigenlijk nog maar 1 kant op kan overal. Ik kan hier wel naar beneden. Of nee, ik kan hier nu niet meer naar beneden. Ah, dat heb ik niet goed gedaan, jongens. Nou, dan gaan we maar even battelen met deze gast. Oeh, en ook voor deze Mamoswine hebben we eigenlijk geen goede Pokémon bij. Ah, dat... Ja, Infernape had toch wel een hele goede keuze geweest om mee te nemen. Oh, en gewoon ook door een critical hit gaat Giratina gewoon helemaal down. Wauw, ik dacht dat met Ancient Power dat ik hem nog wel had kunnen pakken. Maar blijkbaar is dat ook lastig. Ancient Power is niet sterk genoeg om de Mamoswine te killen. Ja, die Mamoswine killt gewoon met Giratina. Wauw. Ja, Crunch van Buddy doet het natuurlijk ook goed. Daarmee kunnen we hem het laatste stukje HP ontnemen. Dus deze Mamoswine is ook down. Ja, een goede Pokémon hier. Dit is goed om te trainen. Rampardos. Volgens mij heb ik dan Psystand nodig. Want als het goed is dit een Rock Pokémon. Als ik het goed heb hoor, uit mijn hoofd. Ik weet niet 100% zeker. Dan zou dit super effectief moeten zijn. Gaat de goede kant op. Hij is level 48. Dus echt wel sterk. Yes. Gewoon in 1 keer neer. Ja, yeah, nice. Dan groeien we met Zijstan naar level 44. Dus dat gaat ook lekker. Ruim 2000 XP. Best veel. Oh, we kunnen Zen Headbutt leren. Dan gaan we in ieder geval Scratch weghalen. Want daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan natuurlijk. En dan hebben we Zen Headbutt geleerd. Nice. En als laatste heeft hij nog een mod in. Maar dat levert niet al te veel problemen op voor Buddy natuurlijk. Ik had wel echt 30 revives bij me. Dus het was niet zo heel erg dat Giratina down was. We moesten even hier naar buiten omdat we net die puzzel met die steentjes hier beneden verkeerd hadden gedaan. Dus die moeten we even overnieuw doen. Oh, we moeten natuurlijk dat eerste steentje gewoon laten liggen. Deze naar beneden. Dan deze rock weghalen en dan weer terug naar boven. Like this. Rock smash. En dan deze weer naar boven duwen en die andere lekker laten liggen. Zo, hoppakee. Nog een keer rock smash. We moeten weer gaan battelen en ik hoop dat dit een beetje een makkelijk gevecht wordt. Want die gevechten hier binnen, die zijn echt niet simpel. Hallo mevrouwtje, ook zij wil zichzelf testen voor de Pokémon League. Kijken of dit gevecht gaat lukken, dan is ze er klaar voor. Ze heeft 2 Pokémon, ze heeft een Clefable, oké. Ja, net met die Blissey ging het echt super goed met Dragon Claw, dus ik wil dat gewoon nog een keer proberen. Gaan we kijken hoeveel damage dit doet. Ik weet niet. Ik weet echt niet waarom we die Blissey net in 1 keer neer hadden. Dus zij heeft nu wel iets gebruikt waardoor haar defense beter wordt, dus dat is voor haar positief. Voor mij natuurlijk negatief. Ik heb 4 keer nodig. Meteor Smash doet zij. Oké, gelukkig doet dat niet zo heel veel damage. Maar oké, maar ze wordt er wel sterker door. Ja, mijn ghost aanvallen hebben natuurlijk helemaal geen zin tegen een normal type. Dus ik moet Dragon Claw blijven gebruiken. En dan is het nu wel gedaan, denk ik, met deze Clefable. Yes, ja, dat kost altijd veel moeite. Wigglytuff, Clefable, Blissey, dat zijn wel echt hele sterke Pokémon met heel veel HP. Snorlax natuurlijk ook. Moeten we nu tegen een Torterra en daar kunnen we natuurlijk Toto ook voor gebruiken met zijn ijsaanvallen. Ziet er ook wel echt baas uit hoor, vind ik, Torterra. Dat is gewoon een heel boom op zijn rug. Oh, echt bijna in 1 keer. Het scheelt niet heel veel. Oké, Torterra is wel bevroren. Dan ben ik benieuwd wat de trainer gaat doen. Ja, die kan er natuurlijk niet zoveel mee doen, denk ik. Kan die nu een item gaan gebruiken, maar die heeft hij niet. Dus is Ice Beam genoeg om deze Torterra te verslaan. Super nice, thanks Toto. En dan gaan we weer verder. Ik zag daar een oude man staan en ik denk... Ik moet deze wel die kant op duwen. Dus ik kan alleen maar naar boven. En ik zie hier een man staan en ik denk dat hij... ik had gehoopt dat hij me kon healen. Dat had ik gehoopt dat hij een heal mannetje was. Maar helaas. Hij begint met de Staraptor en dan ga ik maar gelijk Buddy voor roepen. Dat is wel zo makkelijk. Hoppakee, one hit KO, nice. Oh, en dan Licky Licky, dat is ook zo'n Pokémon die het best wel veel kan hebben. Volgens mij veel... Kijk nou, die ziet er ook wel... Hij ziet er wel tof uit hoor, wat een gek joh met die tong. Oh shit, hij kent Earthquake. No, no, no. Oké, ik neem gewoon een gokje door hem nog een keer aan te vallen. Als hij nu Earthquake doet, dan ben ik de Sjaak. Dit is een gokje. Oh nice, hij is paralyzed. Nou, dan hebben we een keer gewonnen terwijl we gokken. Nice, we hebben goed gegokt. Hij is paralyzed. Dan kunnen we onze derde spark doen. Als hij natuurlijk nog een keer Earthquake deed, dan was ik behoorlijk dood. Wat een gekke Pokémon joh, die Licky Licky. Oké, dan moeten we waarschijnlijk hier naartoe. Maar als we nu terug gaan, dan kunnen we wel even kijken wat daar nog beneden zat. En we hebben nog maar eens een Steelix verslagen. En dat betekent dat Zijstan al level 45 is. Nice, die hebben we behoorlijk wat getraind al. En ik wil even kijken wat hier beneden is. Dus... Kijk, en nu kunnen we deze dus naar beneden doen. Dan kunnen we even kijken wat hier is. Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dit gewoon puur waar we vandaan kwamen. Oké, dit heeft totaal geen zin. Oké, dus dan gaan we maar weer hier gewoon de trap af. En dan kunnen we deze brug oversteken. Hier naar beneden dan, denk ik. Dan hier naar links en dan naar boven langs die fighting gast. En dan langs deze gast waar we weer een battle moeten gaan doen. Oké, tegen een level 48... matchamp. We hebben net Zen Headbutt geleerd en dat is als het goed is gewoon super effectief tegen deze matchamp. Zijn defense zal denk ik wel aardig hoog zijn, dus ik verwacht niet een one hit KO. Nee, precies. Wel super effectief. Hij mist. Ik ga even kijken hoeveel damage Confusion dan doet, want met een tweede Zen Headbutt gaan we waarschijnlijk toch niet in één keer klaren. Oké. Waarom valt hij niet gewoon aan? Waarom doet hij allerlei andere dingen? Hij doet gewoon twee keer Scary Face en zo, zodat mijn speed langzamer wordt en... Nou, dit is wel een beetje een rare trainer hoor, dat hij allemaal van dit soort moves doet. Als hij mij gewoon een paar klappen geeft met zijn matchjam, dan wordt het misschien nog lastig. Maar dat is het niet en we hebben deze matchjam. Dus we slagen 1984 XP jongens en we groeien naar level 46 met Zijstan. Kunnen we verder? Kunnen we hier naar rechts? Ik heb geen idee hoe lang deze Victory Road nog duurt jongens. Ik ben al behoorlijk tijdje aan het opnemen. Dus ik denk dat ik gewoon even deze trap afga en even ga kijken wat hier nog allemaal is. Ja, water komt er nu. Nou... Ik denk dat ik het hier nu maar eventjes bij laat voor deze aflevering, want anders wordt het een hele lange aflevering. We gaan de Victory Road in verschillende delen splitsen, want ja, het is gewoon een lange Victory Road. Doe een blauw duimpje omhoog als je de volgende video wil zien. Abonneer dan ook zeker op mijn kanaal en dan zie ik jullie later. Mazzel!